Hier mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Hans de Bist. En vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rocket League, maar even voordat we beginnen met de potjes. Rocket League heeft een nieuwe update, wegens gokken en shit. Dat heeft het aan als je naar je inventory gaat, in plaats van de dingen, de chest, heb je nou blauwdrukken. Ik weet ook niet helemaal precies hoe het werkt, want je krijgt blauwdrukken en dan moet je x aantal blauwdrukken hebben en dan krijg je ze ofzo. Want kijk, als ik ze zo open, ik krijg heel veel verschillende. En hier, ik heb al een auto. Hier wielen. Ik vind, als iemand me zou kunnen vertellen hoe het werkt. Hier, wielen. Weer een sticker. Kijk, als ik klik op voorbeeld, dan staat er nu bouwen. En waarschijnlijk kosten die credits. Ja. Credits kosten geld. Maar kun je die credits ook gratis krijgen? Als iemand daar zou kunnen vertellen, want je hebt voortaan ook een item shop. Wat wel heel leuk is, want ja, gokken mag niet meer. Die sportshop, maar. Als iemand me zou kunnen vertellen hoe je die punten krijgt, dan zou ik dat waarderen. Maar dan gaan we gelijk door naar het eerste potje. Yo mensen, welkom bij het eerste potje van vandaag. We komen in de playing game, ook misschien een keer leuk om te doen. Daar heb ik al 3 nog achter staan. Seems legit. Ja, ik kan er iemand bij. Want je ziet al, ze zijn niet bepaald goed. Dus hoe ze al 3-1 voor kunnen staan. Of al 3-0 voor konden staan, geen idee. Maar ja. Maar als je dit nou vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. In ieder geval ook al iedereen hartstikke bedankt voor het abonneren. We komen op 60 nou. Nee, 160. 1060 abonnees en daar ben ik echt blij mee. Dus ik hoop dat we zo door kunnen gaan en naar de 2000 kunnen. Oké, als je zo. Wacht, hij gaat. Nou, pussy. Ik snap niet waarom die gast gaat, want hij, het is zijn fout. Kijk wat hij doet. Dan hadden we gewoon kunnen verdedigen, maar ja, dat doet hij niet. Dus maar ik weet niet wat mijn team. Waarom doet mijn ping zo raar? Het zal wel, ik heb hier gewoon van zo'n internet, dus ping is op een of andere manier raar. Maar hoe de fuck kan dit? Wat de fuck doen we teammates dan? Nou, misschien zit ik met verschillende servers verbonden. Dat kan enigszins zo liggen. Zo. Ik zou niet weten, want het klopt, mijn internet is gewoon hartstikke goed. Het heeft ook geen kuren, dus. Dit ligt er ook lieke. Ja. Hoe de hel had ik daar moeten verdedigen? We hebben nog 2 minuten. Nee, die ping klopt niet. Maar ja, dat zal wel. Ik
Nice. Waarom heb ik zo'n slecht team? Ja, we moeten wel kunnen weer hardcore gaan spelen, maar. Ja, jammer. Nou, volgende potje gaan we eventjes anders kijken naar die ping, want dit is zo verrekte kut. Het klopt voor mijn meter, want. Maar dat is wel goed. Hier, yeah, what the fuck? En terecht. Je mind nou. Fuck doet die teammate? Ik wilde proberen het potje te redden, wat enigszins ging. Maar toen ik gewoon in een rug team werd, ik weet van mijn ping daalt. Ja, dat hangt gewoon vast. Het ging door me heen. Seems legit, Rocket League. Okay, it's all well. Je boeit me eigenlijk nou nog boeide me in het begin al weinig. Maar het begon vooral nog minder te boeien toen ik de ping zag. En toen ik mijn teammate zag. Ach ja. Hier is mijn eigen team, heet hij me aan de kant houdt, hè? Ik wou zeggen, als hij die niet gescoord had, als de AI die niet gescoord had, dan weet ik het ook niet meer. Maar we gaan door naar het tweede potje van vandaag. Hier mensen, ook al bij het tweede potje van vandaag. Gekeken, er was gewoon echt niks meer mis met het internet. Dat hier steeds 100 ping, ja dat klopt, daar komen we geen kut van. Want de regio's klopt ook gewoon. Siggo moet weer net als altijd aan het internet zitten. En dan de rest. Zou ik geen reden weten waarom het zo moet het, zo het zou moeten doen. Ach ja, ik sta toch alleen op hoorend. Ja, het is hier weer aan het dalen. En ja, nou is het weer aan het stijgen. Ja, dus de pink op. Ik weet niet waar het op gebaseerd is. Maar het klopt gewoon niet. Oké, wat doet hij? Ik had hem gewoon bijna. Ik weet niet wat hij dacht. Door wordt ingestikkerd.
Nice. Assistje. Ik zou ook gewoon al bovenaan. Nog meer nice. Tweede tikje wil geven, dat doet het wel. Deed het ook. Nou. Of ik heb gewoon het doelpunt. Hoi! Ik moet zeggen, hoe meer graag kan ik het niet weg. Had ik al, je had hem al met een doel ingeschoven. Dat doe ik echt nog alleen aan te doen, maar ja, dus dat kreeg ik niet. Klein tikje geven als nice. Ah, jawel. Nice. Raket vernietigen. Sowieso. Oh, dat was een lekkere play. Maar nog een ander ding wat ik me nou bedenk, is bijna vakantie. Dus komen er waarschijnlijk al streams aan, maar even kijken. Ik probeer ook zoveel mogelijk te gaan werken. Met YouTube, maar ook gewoon werkwerk. Dus dan moet ik even kijken, maar er zullen vast wel één of twee streams aankomen. Waarschijnlijk Rocket League streams, dan moet ik even kijken. Net waar de vraag voor is. Hurry. En dan nog een doelpunt.
spelen. Maar deze map moest ik voorbij. Was het niet GeForce GTX 2.10? Ik vond deze map niet leuk. Ja, had ik echt wel een beetje last van. Gewoon echt gunst. Piep. Als het gewoon net als een gebouw omvalt, gewoon zo ging het. Deze map was wel goed steady. Maar die echt dat haperde, dat lagde. Misschien 20 frame per seconde. Dat is wel niet te doen. Nou, dit potje keihard gewonnen. Maar dan gaan we gelijk door naar het volgende potje. En het laatste potje. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Zo. Ik zie al dat tegenstander een AI heeft. Oh. Nou, de frames zijn weer op de... FPS is weer lekker bezig. Serieus? Het is niet mijn fout. Ik rij gewoon recht vooruit, dus het is niet mijn fout. Echt jemig, jemig, jemig. Ik zou zeggen, beter zit hij. Gelukkig zit hij ook. Dat is niet wat, was echt een boot worden. Hoe de fuck kan dat? Alsjeblieft! Ik ben nu even een camping. Thank you.
paar doelen. Nee, we staan al twee. We hebben het eigenlijk al. Hoe heet het? Zeker gemaakt, maar. Vastgesteld. Hoe zou je het noemen? Ah, nee. Maar ja, het is Rocket League, kan anders gebeuren. Dit is Rocket League. Get wrecked. Dit neem je even een payback. Ah, nee! Ja, lekker bezig. Die is ook weer weggewerkt. Ja, dat was wel een jammer. Oh, nice. Ah, nee. Nee. Oh, wat een eigen boek toch? Ja, anders had ik er maar één gebracht, dus ja. Dus kies iemand delen. Ja, het zijn wel lekkere potjes hier. En even nog mijn eigen doel. Nee! Oh, jammer dit. Ik had bijna, ja, het was toch een doelpunt. In ieder geval, dank voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League 3 tegen 3. Als je het vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Bye, mensen.